Gezondheid. Assalamu alaikum mensen. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en ik ben hier bij First Ruina. Juice. Kom Juice. Kom Juice. De mensen wachten op je. The people need you. The people need Juice. Kan je niet een Juice vlog uitzetten? Een Juice vlog. Oh, die hebben jullie een keertje gemaakt? We hebben al twee afleveringen. Ik wil hem best wel een keertje uitzenden. Ja? De Juice vlog? Oké. Okay. Mensen, als jullie heel graag de Juice vlog willen zien, dus een vlog waarin alleen Juice voorkomt, neem ik aan. Juice heeft de leiding in die vlog. Juice heeft de leiding. Laat het dan even in de reacties achter van, oké, doe het. Vandaag zijn we hier bij First. We hebben zometeen spotlight opnames met Ismo. Die komt zo meteen langs. En vanavond, mensen, ik heb net een belletje gekregen. Vanavond ga ik naar de wedstrijd Feyenoord tegen Napoli. Champions League wedstrijd. Dat was bij de eerste wedstrijd waren we erbij. Tegen Manchester City. En de laatste wedstrijd. Dus dat is wel mooi. Dus daarom, laat de volgende dag, of laat deze dag maar beginnen. En ik zeg, volg. Zo, Issy, gouden platen krijg je tegenwoordig. Dankjewel. Goed man, Issy. Ik heb hem al platina, bro. Maar je hebt hem al platina, maar goud nog niet, toch? Waarom? Deze is de aanvulling. Man. Deze heb ik voor jou gemaakt, wist je dat? S-O-N-L. Nee, ik heb hem niet gemaakt. Nee, iemand anders. Sterk man. Sowieso, Issy, vandaag in Spotlight. Kun je binnenkort verwachten. 15 december. Transformatie en neuf. Like, abonneer op YouTube, je weet zelf niet voor mijn brada. Ik ben ook best wel vaak in die studiootje van je. Ja, ik weet man. Ik weet. Ik heb je net gekke dingen aan het maken, man. Ja? Ja man. Kijk, ik hou ervan wanneer mensen kritisch tegen me zijn, toch? Ik ben eerlijk geweest, Gert. Vraag me. Hij heeft bars daarin die bijna geen één rap gooit tegenwoordig. Wordplays, alles. Ja toch, die neem ik. Ja toch, maar... Nee, er is geen maar. Feyenoord Stadion. Wedstrijdje kijken met z'n allen. We zijn aangekomen in Rotterdam. Hele chaos, file. Ik heb letterlijk gewoon 2 uurtjes alleen maar file gezien. 2,5 uur volgens mij zelfs. Alleen maar file. Van Den Haag, van Amsterdam naar Den Haag. Van Den Haag naar Rotterdam. Alleen maar file. Maar gelukkig zijn we er. We gaan even kaartjes ophalen. En dan gaan we trouwens sowieso dikke shout-out naar Sony. Dikke SO naar Sony, zij hebben dit weer geregeld. Dus je ziet het, we waren bij de eerste wedstrijd van Feyenoord in de Champions League. En bij de laatste wedstrijd. Nou, we gaan even zien hoe en wat ze allemaal gaan doen vandaag. Ja, ik denk niet dat het een leuke wedstrijd gaat worden, maar dat gaan we nog allemaal wel zien. Kijk eens wat een stadion, mensen. Goed hoor! Goed hoor, broeder van andere moeder. Goed hoor, Frappuccino hoor. Lulule. Kijk en laat eens de. Gaat goed, hè? Ja? Jawel. Zo! Zo! Ik heb deze al 2 jaar, man. Ja? De eerste keer, nu pas zo gewoon, je hebt 2 jaar bewaard en nu pas dragen, zeg maar. Hè? Staat al 1-0? We hebben echt 20 minuten in die rij gestaan, hè? Ik werd echt goed gek daar. Ik liep eerst naar die VIP-ingang van de vorige keer. Ik dacht, wij zijn weer VIP, toch? Reis even. Nee hoor. Hè? Huh? Wat wil je zeggen, bro? Hè? Ik dacht dat je wat zei. Nee, ik wil gewoon dit mooie moment vastleggen. Oh, lekker man. Oh, je beugeltje, hè? Ja man, het pakt dat man. Nog een jaartje. Nee, nog 8 maanden of zo. Dat doet het. Jaar. Dat 8 maanden. Stonden ze zo scheef dan? Ja, dat is wel pissig. Ja man. Maar dat is altijd een leugen, wist je dat? Maar dat is scheef soms. Dan na 8 maanden, je komt naar die ding toe, hij zegt, ah, nog 3 maanden. Kom bij mij echt niet, man. Nee. Ik heb ook melktanden. Nee joh. Ja, hier. Is het niet, is het niet, melktanden? Is het reden dat ik beugel heb? Is het niet tijd om te wisselen dan? Ja, het is tijd om te wisselen, man. Maar 20 met een melktand. Raar man. Het is wel echt zuur als je gewoon 90 minuten lang deze kant moet kijken. Met alle respect, hè, voor deze mensen gewoon, weet toch? Want kijken naar leven. Maar ik ja. Kijk naar ons. Ja. Maar dat is toch zuur?
Gewoon, je mag niet even omdraaien, even kijken hoe de wedstrijd gaat. En ze zitten ook niet op hun telefoon of iets. Gewoon echt kijken, gewoon recht vooruit. Zo, hoe was strijders? Heroïne! Waarom heb je capuchon op? Zodat hij nog meer opvalt. Goed hoor! Mensen, het is de volgende dag. Ik ben hier zo in de stad van Den Haag. Ik dacht bij mezelf, we hebben afgesproken bij die Mackie hier zo verderop. Ik dacht, ik ga lekker dichtbij parkeren. Dat ik zo meteen lekker rustig. Het is koud vandaag. Ik ga vandaag alleen maar interviewen voor Fanix. 2 reports gaan we opnemen. Ja, dat is het eigenlijk, man. De crew zit al op me te wachten daar zo binnen bij de Mackie. En ja, laat de volgende dag maar beginnen. En ik zeg, volg. Lekker man, Joey. Niks. Met welke BN'er mag jij niet thuiskomen? Oh mensen, het is niet normaal koud. Deze microfoon, deze stalen ding. Ik weet niet hoe jij dat vandaag gaat doen met die camera. Ik wens je veel succes. Want mochten de beelden schokkerig zijn, komen ze naar jou toe en niet naar mij. Maar ik ga zo meteen wel even snel die handschoentjes baaien hier zo bij Intersport. Even snel jellen. Wacht even op iemand anders die ook vandaag met ons mee is om te filmen. Snel die handschoenen halen. Gaan we filmen. En dan gaan we nog iets filmen. We weten nog niet wat, maar we gaan het filmen. Kijk, Joey Strijder in de regen. Gewoon filmen deze man. Rennen jongens, rennen man. Zo, het is niet normaal weer. Deze Strijder is er sowieso even vandaag bij. Hij filmt voor scholieren.com. Heel rustig. We zijn inmiddels richting de megastores gegaan. Daar is een beetje overdekt, dicht. Het regent mensen, het is slecht weer. Eerste item is al af. Tweede item zijn we nu mee bezig. We zijn al op weg met het tweede item, maar ja, zoals ik al zei, Strijder weer. Joey, steek eens! Je bent ook gek! Joey, steek eens! Is ja, geen... ik ben medeplichtig. Oké, geef die aansteek, ik steek hem zelf. Het is interview van de Aldi. Is wel, ja, dan moet Aldi maar niet verkopen, vriend. Ja. Broer, steek eens deze aan voor mij. Hier, steek eens deze voor mij aan. Doe dit thuis niet na, kinderen. Yo, kinderen, vlog. Hey. Woehoe! Deze man. Hey. Ken je dat moment? In de avond, je doet verwarming aan. Je ligt lekker zo warm in jouw bedje. In de ochtend, je wordt wakker. Je ziet verwarming is uitgedaan door iemand. Het is ijskoud. Je wil niet uit bed komen. Nou, zo'n dag is het vandaag. Maar goed, mensen. Het is alweer een paar dagen later dat ik de vlog afsluit. Eigenlijk dezelfde dag wanneer ik het upload. Maar ik had nog geen afsluiting gedaan voor mijn vlog. Dus bij deze. Morgen is er trouwens weer een vlog. Ik ga mijn best doen om nog een Marokkaanse vaders be like video te uploaden voor jullie zondag. Ik ga mijn best doen. Maar we moeten nog allemaal zien. Want er komen heel veel leuke dingen aan. Voor de rest. Vonden jullie deze vlog nou leuk? Doe dan even blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om je 100 reacties achter te laten. En vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten sluit ik altijd af met een...